Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Net de baan gelopen? Ja, hij ligt wel best wel slecht en ook nat. Ja, moeilijk. Ja. Heel veel diepe sporen en heel veel plassen op de baan, hè? Ja. Nou ja, ze moeten er allemaal doorheen. Ja. Kan je wel. De warming-up ging niet zo goed, want ik kreeg tweede rondje al een steen om mijn vinger. Ja, die is nou helemaal dik, hè? Ja. Kan je er wel rijden, denk je? Ja. Nu gaan we aankleven voor de eerste mans, hè? Ja. Succes. Ja, dankjewel. We gaan kijken wanneer de bocht gaat naar het getal. Bij laatste 5 seconden zijn ingegaan. En dan weg naar de volgende moment en dan zijn we weg. En dit is een helemaal slechtste. Thijs van Hammel. Heel slechte weg. Jongens, hij liet zich verrassen. Oh, deelnemer gevallen. Maar hij liet zich verrassen door Jan Huisman. Jan. De Hemmer van Hammel rijdt door de tweede ronde op een 13e plaats. Komt van 2. Dat was de eerste. Dat was de eerste. Ja, ik weet niet wie het is. Weet jij het? Die hier aan de leiding pakt, de startnummer 425, Maaike Pijnen. Zo, dat machientje, dat vertrekt werkelijk als een kogel. En dan daar. Here in the fourth lap is Jan Huisman in second place for Thijs van Hammel. Maar goed, we gaan op weg en we kijken naar de rijden. Maar dit is leuk met Jan. Zo, de startnummer 175, de winnaar van de eerste maand. De leider hier is de man van de weg aan de lijn. Kijk, van de hand van de zachte rol bij de hoek. Dat is de oude zin. Heel erg. Ik ben er ook heel erg blij mee. Deze Christopher van NXI Store.